And opening for the one and only winner this evening, Bongtel Bobbersons, the Netherlands. Dames en heren, applaus. De winnaar, Bongtel Bobbersons en AS Bombay. Tijd om de gelukwensen over te brengen aan de nummer 1 in het klassement, Harry Kuipers, in ons midden namens Kuipers Logistics, betrokken bij de prijzenreiking. Internationaal jurid Renate Bas. Jan, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Overwinning van de Grand Prix van de CC1-ster. Zo te zien ben je dan niet verleerd. Doet ons gelukkig goed. Niet. Doet ons goed. Hoe voelt het en hoe ging het? Nou, het is een paard waar ik heel veel toekomstverwachting van heb. En het voorjaar een coliekoperatie gehad, dus het is zijn eerste concours weer. Dus ik ben blij hoe dat hij gelijk terug is. En nou, ik hoop dat hij nou snel weer naar het hogere niveau toe kan. Maar hij gaf me vandaag gewoon echt een topgevoel. Vooral ook in de barrage, want die liep gewoon heel makkelijk met hem, dus ik was blij. En wat is de verdere planning met het paard? Nou, ik ga hem nu rustig opbouwen. Hij is 8 jaar. Hij is van mevrouw Kayat, een Engelse mevrouw die hem ook zelf gefokt heeft. We gaan hem nu rustig opbouwen en dan hoop ik halverwege het seizoen dat hij misschien een keer 2 sterren grote prijs gaat lopen. En dan geleidelijk aan door naar het hoger niveau met z'n volgend jaar 9. Dus dan zou hij misschien wat meer kunnen aanpakken. Ja. Ja. Je hebt onwijs veel ervaring met concoursen rijden. Je bent hier nu in Tubbergen. Ja. Wat vind je van het concours hier in Tubbergen? Nou ja, oké. Ik bedoel, dat weet je. Dat zijn de mensen die de sport kennen, de familie Schreuder. Dus ja, dan kun je ervan verwachten dat dat allemaal goed voor elkaar is. En dat is het ook. De bodems zijn goed. De eerste dag was de hoofdring misschien wat aan de zachte kant. Maar daar hebben ze goed aan gewerkt. En die was nou top. En stallen goed. Gewoon alles is eigenlijk super voor elkaar. Dus, dat zijn ze aan hun status verplicht natuurlijk, dus ik kan niet anders verwachten. Wat rij je morgen nog? Ik rij morgen alleen nog de 1.35 proef. Ik had hier wel een paard bij voor de grote prijs, maar dat ging niet helemaal naar mijn zin, dus die rij ik morgen niet. Dus ik heb alleen morgenochtend nog. Super. Nogmaals gefeliciteerd en geniet van je overwinning. Dankjewel.